Jack, kom eens even heel gauw uit die kast en laat gewoon de wereld weten dat je homo bent, oké? Hallo mensen, mijn naam is de Mad Luigi en welkom bij een nieuwe aflevering van Inazuma 11 voor de DS. Ja, er zijn hier echt andere platforms waar deze games voor is, behalve voor de Wii. Dus, om het even duidelijk te maken, is dit nog steeds voor de DS. Wij moeten op dit moment, zoals de missie zegt, Axel volgen. Die gaat een bepaalde kant op en daar moeten wij ook naartoe gaan. Oftewel, wij gaan zijn pad volgen. En ja, dat is toch echt wel het volgen van iemand. Axel! What? You again? I've already told you, I don't want to play football. But why? You like football, don't you? Bye-bye. Hey, wait, Axel, wait! Why don't you wait, you horrible little toad? Oh, het is Nelly. Oké, laat maar. Het is heel verhaal, dus je moet heel veel stemmen doen. Huh? You're that girl from yesterday. The reason he stopped playing football was because of his sister. Een kleine kutmeisje waar ik de vorige aflevering over had. Why don't you just leave him alone? Because of his sister? What does that mean? And how come you know all this stuff? Wacht, ik moet Nelly eigenlijk een beetje bitchy voice geven. And don't worry about that. I like think you better concentrate on finding some more club members. If the captain can't even even round up enough members for his like proper team, the club deserves to be disbanded. Ja, ik moet daar een beetje een bitchy voice geven. Okay, in that case, that's what I'll do. We only need 4 more players, so it should be easy. But I know Axel will never give up football. Je kent die gast letterlijk een seconde. Hoe weet jij wat hij wel en niet opgeeft, hè Mark? Ben je soms psychic? Ja, blijkbaar. Eventjes een eentje. Sorry dat deze video best wel laat online is. Het ding is, school gaat weer beginnen. Vandaag was de dag dat ik naar de jaaropening moest van mijn school. De jaaropening, je weet wel gewoon, dat moment na de vakantie, dat je gewoon lekker moet gaan zitten, je boeken op moet halen, je bek moet houden, en vaak deze kant op. En dan moet je luisteren naar wat de grote baas van de school te zeggen heeft, ofwel de directeur. En dat kan, oh kijk, hier is Willy, die moet ook bij ons team, maar hij wil per se als laatste. Wait, huh? Oh, daar is die. Are you trying to find new team members for the football club? Yeah, are you interested? Come and play with us. Sorry, I have to pass. It wouldn't look good. But if I were the last person to join the club, that might be okay. Willy Glass, savior of the Pony Football Club. Sounds great, don't you think? You have to let me have a good number on my shirt too. Willy is gewoon echt een bitch. Hij is gewoon echt een klein klootzakje die gewoon heel beroemd wil zijn. Maar goed, ja, vandaag moest ik dus mijn boeken gaan ophalen. En dat was allemaal goed en geweldig en zo. Het ding alleen is, ik heb helemaal geen zin in school. Nee, kijk, het ding is, ik vind het geen probleem naar school te gaan. Het is alleen maar kut. Na zo'n hele lange vakantie moet je weer naar school. Is niet het allerbeste. Maar mijn dag begon wel redelijk goed. Ik bedoel, ik kon lekker uitslapen en hoefde pas op het eind van de dag ergens naar school toe te gaan om mijn boeken en zo op te gaan halen. Wat we nu trouwens doen is gewoon teammembers zoeken. Als je dat nog niet door had. We hebben nu Max. Hij is Max. Hij heeft een hoed op en zo. Hij is goed en geweldig. En hier heb je Neven, of dat coole mooi boy met zijn haar. Hij was vroeger altijd mijn favoriete karakter. Vanwege zijn haar. Hij ziet er gewoon cool uit. Maar goed, ja. Ik had dus gewoon in gedachten van, ik ga gewoon lekker zo meteen om. Ik moest iets van half vijf. Nee, niet half vijf. Maar iets van half drie moest ik daar zijn. Moest ik in dat lokaal zitten. En ik mocht niet te laat komen. Want onze directeur houdt er niet echt van als mensen veel te laat komen.
Welke gasten moeten we? Moeten nog even. We kunnen nog niet daar boven naartoe, want dat stopt ons. We moeten hier een beetje rond gaan kutten. Ik weet niet meer precies wie we nog allemaal moeten zoeken, maar hey, dat komt wel prima. Even kijken. Oh, wacht, ik weet alweer. We moeten Jim hebben. Die zit ergens in de school, eventjes lekker te kutten. Jim is ook een leuk karakter. Hij is zo leuk spooky. Een spooky motherfucker. Nee, maar ik moest dus om 2:30 daar zijn. Dus ik dacht van, oké, ik pak gewoon de bus om 12:30. Want de busreis die duurde... Oh, kijk hier, Peabody. Als je met hem... Sorry dat ik het verhaal onderbreek, maar... Dit is een heel erg speciaal karakter die ik graag wil hebben op mijn team. Want hij is best wel goed. Alleen het ding is... Even kijken, hoe doe ik... Oh, wacht, ik moet... Oké. Alleen het ding is, hij wil niet meer voetballen. En nou moet Mark dus echt 1000 keer met hem praten. Dan rent hij weg. Dan moet ik hem weer zoeken. En dan, als hij dat heeft gedaan... Wacht even, ik ga hem naam op zoek. Dan moet ik dat iets van 4 keer doen. En dan gaat hij bij je team. En dat doet hij in elke game. In elke game stopt hij weer met voetbal spelen. Moet je hem op deze manier zoeken. Het is gewoon vreemd. En om de een of andere reden zit in Inazuma Eleven Go... de zoon van deze gast in je team. En ik weet niet waarom. Maar goed, ja, ik dacht dus, ik pak de bus om half twee, pak ik, sorry, niet 12:30, om 2:30. En dan moet alles goed zijn. Je zou zeggen, alles zou gewoon perfect gaan. Ik ga dus gewoon lekker rustig naar de bus toe, op mijn fiets, alles is goed. En opeens, bedenk ik mij, net voordat de bus aankomt... Wacht, ik heb mijn OV-chipkaart niet bij. Oh... Dus ik zo snel mogelijk naar huis. En ik dacht van, oh god. Nee, de wereld gaat ten onder. We gaan allemaal dood. Dit is het einde. Nou, uiteindelijk valt dat wel mee. De wereld is niet specifiek ten onder gegaan. En we zijn niet allemaal dood. Dus alles is best wel pittig goed gegaan. Maar dan had ik nog steeds een probleem. Ik kwam te laat. En ik wilde niet te laat komen, want dan kreeg je problemen. Nee, tenminste, uiteindelijk kreeg ik niet zo'n probleem. Er was... Wel op een gegeven moment iemand die te laat was bij... Oh, ik dacht eventjes dat hij geglitcht was. Ik dacht even, gaan we nou hetzelfde doen als Pokémon Heart Gold? Please niet. Hoe heet het? Ik dacht zo van, er was toevallig iemand die te laat was. Twee gasten, die waren te laat. En toen waren we midden in zo'n, in die preek. Laat ik het zomaar zeggen, in dat preek van de hele inleiding van het schooljaar. Dat gebeuren. En die gingen dus gewoon dwars door de directeur heen praten. En die directeur van ons werd zo boos. Die riep gewoon de jongen die te laat was en die zat te praten. Riep die gewoon het podium op. En ging hem dus daar eventjes voor de hele fucking 3 klassen die daar waren. De 4e, 5e en 6e klas. Ging die eventjes lekker voor schut zetten. Met dat hij een debiel was. Hij zei natuurlijk niet dat hij een debiel was. Maar zo kwam het wel over. Maar goed, ik wilde dus niet zo'n persoon zijn. Dus wat ik deed... Waarom is de muziek weg? Oh, dat hoort gewoon. Oké, sorry. We gaan tegen Royal Academy spelen. Dus nou moeten we gaan trainen en zo. En daar heb je Kevin. Hij is de badass die een beetje cool wil zijn en zo. En nou gaan we dus daadwerkelijk trainen en daadwerkelijk voetbal spelen. Maar ik dacht van, oh shit. Ik... ben te laat. Als ik nu niet op tijd op school kom, heb ik een probleem. Dus wat ik heb gedaan, mijn opa en oma, die wonen letterlijk tegenover het bushokje waar normaal mijn bus komt. Dus ik had het geniale plan. Laat ik gewoon even aan mijn opa vragen of hij me wil brengen. En mijn opa is zo aardig, die heeft mij daadwerkelijk gewoon gebracht. En dat was mooi. Oké, wat we nu gaan doen, we gaan eventjes een speciale match spelen. Ik vind Nathan en Jim leuke karakters, dus die houden wij zeker in het team. Even kijken, die houden we zeker in onze party. Het werkt een beetje als Pokémon. Je hebt een bepaald aantal mensen die je in je party kan hebben. Die dan meegaan op kleine missies, van kleine mini-matches om te trainen. Want het zijn gewoon random encounters, net zoals bij Pokémon. En op die manier doe je dus je team trainen. Je kan ook grote matches spelen, zodat iedereen XP krijgt. Maar tijdens de kleine matches krijgt ook wel iedereen XP. Maar degenen in je party krijgen veel meer XP. Even kijken, we moeten even kijken wie we op ons team zetten. Normaal pakte ik altijd de gast die er gewoon cool uitzag. We kunnen Timmy nemen. Timmy is een leuk karakter. Hij is zo klein. En hij is een ninja. Hij is zo leuk. Are you ready, Mark? Oké, dit is het punt dat ik mijn controller neerleg. En met de muis ga spelen. Dus let's go. Ik heb hier... Oh, wacht. Je kan ook nog natuurlijk zo met de... Oh, dit is vreemd spelen. Nou ja, komt wel goed. Normaal zet ik ook altijd... Kom op, zeg game. Ik heb al die controls al gezien. Dankjewel.
Man. Wanneer de game gewoon denkt dat jij niks weet van het spel, maar je weet eigenlijk al alles. Dat is wel een beetje kut aan sommige games. Sommige... Oh, fuck. Motherfuck. Oké, dat gaan wij niet accepteren. Timmy, pak hem. Fucking tot. Met je hoofd, jij eekhoorngast. Sterf. Oké. Jim, daarheen. Ik vergat even zijn naam. Even kijken. Het is altijd ook een of andere tactiek die je kan gebruiken. Zo, hup, en dan... Upset keitje, hier, volledige strength en erin gooien. Hoppakee, dat is gewoon een lekker goaltje. Dat werkt niet bij de grote matches, want bij de grote matches heb je echt special moves. En dus houden de keepers van grote matches daadwerkelijk je balletjes tegen. Maar als je een beetje de keeper, in de eerste game is toch heel erg gebroken. De eerste game werken de bench spelers, de spelers die eigenlijk gewoon reserve zijn, die doen niks. Elk team heeft reserve spelers, alleen doen letterlijk geen ene flikker. Ze worden niet zomaar... Jouw team is het enige team wat door de hele game lang reserves gebruikt. En dat maakt het een beetje gebroken, want jij kan de hele tijd, de hele match lang, kan jij nieuwe teammembers gebruiken. Fuck jou tot. Kan jij nieuwe teammembers in je team krijgen, zodat jouw teammembers gewoon fit zijn. En ja, andere teams, die kunnen gewoon geen flikker. Dat is veranderd in, dat gaat nog door tot en met Inazuma Eleven 2. En in Inazuma Eleven 3, vanaf die game is dat veranderd. En daarbij gebruiken ook de tegenstanders hun teammembers. Er is zelfs nog, in deze game is zelfs nog een grapje daarna gemaakt. Er is in de after game letterlijk een team van spelers. Die, hoe heet het? Het is gewoon geniaal. Zijn gewoon echt letterlijk de reserves die meespelen. Hoe heet het? Het is gewoon een heel team vol reservespelers. En die zijn dan allemaal stuk voor stuk van... Nou, ik wil helemaal niet spelen. Of ik wil... Ja, of sommigen die zijn heel erg lui, die willen niet spelen. En anderen die zijn juist niet lui, die willen juist heel graag spelen. Maar die krijgen nooit de kans. Is gewoon een beetje leuk. Even kijken hoor. Oké, we gaan nog een beetje... Oh, nee. Mark, aren't we having a practice match? Ja, maar ik moet... Ik moet mezelf healen. Oké. Even kijken. Mark, how about finish practice? Nope. We gaan nog steeds een beetje verder. Let's go. We moeten gewoon een beetje trainen. Want als we niet trainen, dan worden we niet sterk genoeg. Je wilt toch wel in het begin een beetje die XP hebben. Oké, wat wij dus een beetje gaan doen. We zetten de karakters een beetje zo neer. Want ik heb altijd een klein tactiekje daarbij. Zo. Oh, Nathan gaat ook gewoon weer de verkeerde kant op. Hè? Fuck jou, Nathan. Ik heb altijd een bepaalde tactiek. Maar die kunnen we nu nog niet gebruiken. Want er zijn bepaalde formaties die je kan aannemen met deze game. Hoe heet het? Dingen zoals... Je hebt gewoon meerdere formaties. Dit wat wij nu allemaal hebben is de basisformatie. Maar je hebt ook formaties ook gewoon bij grote matches. Maar ook vooral bij de kleine matches. Die je dan kan gebruiken. En dan is er één bepaalde formatie. Ik weet niet hoe die heet. Maar... Daarmee kan je echt heel makkelijk je karakters gewoon zo neerzetten. Dat, hoe heet het, je gewoon heel makkelijk bij het goal kan komen. Het is echt heel erg handig. Moeten we eventjes kijken wanneer we die formaties vrij kunnen spelen. En dan kunnen we kijken of we kunnen winnen. Maar dat doen wij toch altijd. Oké, kijk, hier gaan we weer. Hoppakee. En Willy, je gaat helemaal kapot gemaakt worden. Zo. Is er voor de rest nog wat gebeurd in mijn leven? Nou, jawel. Gisteren had ik op mijn werk een barbecue, oké? Mijn werk is altijd heel erg sociaal. Wij vinden het is gewoon geweldig werk waar ik werk. Gewoon bij een cafetaria werk ik. En mijn bazen zijn altijd heel sociaal. Zij organiseren altijd leuke dingetjes voor de werknemers. Bijvoorbeeld tijdens de kerstdagen. Of nee, niet tijdens de kerstdagen, maar ongeveer tijdens Sinterklaas in december vorig jaar. Hadden zij bijvoorbeeld iets genaamd Sinterkerst en Nieuw. En dat was gewoon... Wij die met z'n allen een beetje gingen dobbelen om cadeautjes. Die mochten allemaal twee cadeautjes insturen of twee cadeautjes kopen. En die gebruikten wij dan allemaal om dan leuk mee te gaan dobbelen. Hoe heet het? En dat zijn van die leuke kleine dingetjes. Er was ook nog een klein buffetje van allemaal lekkernijtjes. Organiseren ze allemaal gewoon. En dat is leuk. Dan leer je een beetje je collega's kennen. Is gewoon geweldig. En gisteren hadden we dus een barbecue. En een van mijn collega's, een iets jongere collega, maar dat maakt niet echt uit voor het verhaal, maar... Een van mijn collega's, die daar was dus in mee in gesprek geraakt. Dat is een leuke gast. Die is een beetje zoals ik. Die houdt van de games, weet je wel. Die speelt ook Nintendo Switch. Die speelt PlayStation 4. Is gewoon een goede gast en zo. En wij zaten dus te spraken. En op een gegeven moment keek ik eventjes op Twitter. Want ja, ik ben nou eenmaal media verslaafd.
Nee hoor, dat niet. Maar volgens mij, nou ja, weet je wat? We stoppen nu wel gewoon met de match. We hebben 2 matches gespeeld. Komt gewoon goed. Even kijken hoor. Maar dus ik zat dus op Twitter. En ik keek eventjes naar een tweet van Serpent Gameplay van je boy Rick. En hij zei van, oh, volg jij Rick ook? Hij is een van mijn favoriete YouTubers. En ik zei van, ja, eventjes een gesprekje daarover gehouden. Ik had hem daarvoor ook al mijn eigen kanaal laten zien. Want hij vindt dat leuk om dat te weten. Hij vond mijn kanaal leuk uit te zien. Dus dat is iets goeds voor mij, positief. Dus we raakten even in gesprek. En ik zei tegen hem zo van, yo, heb jij toevallig de game-serie Rick en de Heilige Slang en Rick en het Portaal gevolgd? En hij zei van, ja, die heb ik gevolgd voor een stukje. Alleen Rick uploadt niet meer Rick en het Portaal zoveel. Is een beetje jammer. Rick, upload het, alsjeblieft. Ik heb het nodig. Nee, en toen zei ik zoveel tegen hem, jouw gast, die heb ik gemaakt. En hij zei echt van, wat? Heb jij dat gemaakt? En hij vond dat super cool. Ik zei zo van, ja, die heb ik gemaakt. Heb ik het eventjes laten zien, heb ik de trailers laten zien, heb ik de website van me laten zien. Ik heb eventjes mijn gesprekjes met Rick laten zien van alleen maar dingetjes van, yo Rick, de nieuwe game staat online, want ik app op Twitter met hem een DM. En dan laat ik hem daar netjes weten van, er staat een nieuwe game online, of er is een update offline, of zelfs komt appt hij, of nou ja, appen is het niet, maar dan DM't hij best naar mij toe als hij een probleem heeft met Rick en het Portaal, of Rick en de Heilige Slang. En dan help ik hem daarbij. Trouwens, het is nu allemaal story gezeik, maar het is niet allemaal even belangrijk. Dus Royal Academy komt er nu aan. Misschien, we gaan dat waarschijnlijk voor... Ik weet niet of we dat deze aflevering nog redden om nou nog tegen Royal te spelen. Want het is best wel een lange match. Is heel veel verhaalgezeik. Of we dat nou moeten doen? Ik weet het niet! The match against Royal is finally here. We've worked hard this week. All that's left is to play as well as we can. Oh yeah. Mark, look out the window, it's Royal Academy! Also, I'm British for some reason. But wait, we're all British. Fuck, I don't know, man. They're here? Oh my god. That's Nelly. The match is about to, like, start. Are you, like, prepared for your club to be disbanded, like, captain? As long as I'm here, I'll never let this club be disbanded. Het is best wel kut, want elke game gaat het wel over dat ook je club wordt genoemd. Nou, tenminste, dat is niet in elke game. Dat is in de eerste game van deze serie. Dus de game die we nu spelen. En dat is ook in de tweede game van Inazuma Eleven Go. Want dat is allemaal met tijdreizen shit en zo. En dan is iets fout gaan in de tijd, waardoor al dat voetbal wordt verwijderd van de wereld. En dus ook de voetbalclub die wordt ook verwijderd en zo. Het is allemaal gare shit. Misschien kunnen we hem spelen. Ik heb trouwens een... Oké, heel goed. Ik heb trouwens wat ik wilde zeggen. Mark, je moet eens een keer je back houden. Oh, Jude Sharp. Hij is cool. Hij staat in de thumbnail. Yep. Want we zijn debielen. Spoiler! Fucking spoiler! Ik speel deze game zonder de spoilers. En dan kom jij opeens met je spoiler. Is niet leuk. Ook geen idee waar. Welke school heeft zo'n bus? Echt waar, als je de school van Royal Academy ziet later in deze game, dan denk je van, hoe is dat een school? Dat is meer een soort van militair kamp dan een school. Oh man, kijk daar zijn ze hoor, Royal Academy, de grote bad guys van deze game. Spoiler alert, het zijn uiteindelijk niet de grote bad guys, maar voor de eerste paar delen van de game zijn zij de bad guys. Het is echt een school die gewoon volledig in teken staat van voetbal. En blijkbaar zit er ook een grote tweeling of een heel grote duizendling op deze school. Want kijk dan, het zijn allemaal dezelfde gast. Daar is die hoor, de man die alles kan. Oh, wat is die cool met zijn cape ook. Ik snap het. Het is toch onhandig om met een cape te spelen? Waarom hebben ze dat? Sowieso, ik weet nou een paar gasten van dit team die ik graag op mijn team wil. Alleen het enige jammer daaraan is... Ik zal dat zo uitleggen. Ja, waarom zijn we hier, Jude? Vertel eens. Well, you never know what will happen. Holy shit. Kijk, het ding is...
Het is heel erg jammer, maar je kan pas dus mensen van Royal Academy aan het eind van de game scouten. Het is zo kut, dat is... Kijk, dat is mijn grote probleem met Inazuma Eleven 3. In Inazuma Eleven 3... is het zo debiel, je kan de hele game maar van 3 teams scouten. En dat zijn de teams waar je in het begin tegen speelt. En dan later in de game kan je ook nog van een 4e team scouten. Kijk, volgens het verhaal is het logisch. Waarom dat zo is. Want, er kwam eventjes iemand binnen. Volgens het verhaal is dat natuurlijk logisch waarom dat zo is. Hoe heet het? Want. Want ze hebben natuurlijk het grote toernooi, wereldtoernooi en alle teams zo. Die doen mee met dat toernooi en die willen natuurlijk niet allemaal dat hun spelers naar een ander team gaan. En sowieso is het ook alleen maar dat alleen mensen van jouw land met jouw team mee mogen doen. Maar het is zo jammer, want je kan pas aan het eind... Je hebt zoveel coole spelers, zoveel coole teams in Inazuma Eleven 3... Alleen pas aan het eind van de game kan je al die spelers scouten. Je kan pas aan het eind van de game gasten van Amerika scouten. Je kan pas aan het eind van de game gasten van Italië scouten. Je kan pas aan het eind van de game gasten van Brazilië scouten. Terwijl in die teams allemaal hele coole gasten zitten. Het is gewoon kut. Ik ben daar gewoon echt legit boos over. Want ik speel deze games niet voor de app. Ik speel deze games echt alleen maar voor het verhaal. Gewoon deze games spelen met het verhaal en de gameplay. Ik geef geen neuk om dingen die in de after game... Nou, tenminste, ik speel ook wel heel vaak de after game, maar niet zo heel veel. Inazuma Eleven 2 is de enige game waarvan ik echt heel veel in de extra competition route heb gespeeld. Alleen, dat boeit me niet zoveel om in Inazuma Eleven 3. En daarom heb ik zo weinig spelers om uit te kiezen. Ik vind het gewoon niet leuk. We moeten trouwens op zoek gaan naar Jack. Hij is blijkbaar ergens verstopt. Ik weet waar die is. Het is heel makkelijk. Jack, kom eens even heel gauw uit die kast en laat gewoon de wereld weten dat je homo bent, oké? Okay? Sorry. Die grap moest gemaakt worden. Oh, oh, that was horrible. It was tighter in there than I thought. Jack... Ben je homo? Want hij kwam uit de kast, dus het mag. Ik mag die grap maken. Ik heb niks tegen homo's trouwens. Oh, oh, oh. Die arme Jack. En zometeen komen er een beetje gemene gasten. Deze gasten zijn een paar sumo-worstelaars of zo. We're the Raymond Junior High School Sumo Club. Jack isn't meant to be a football player. He's destined to be a sumo-wrestler. What? Where did you get that loopy ID from? Vind het zo raar, want Jack kan toch zelf beslissen wat hij wil? Kijk precies hier. Jack never said anything about wanting to be a sumo wrestler. Well, it doesn't look like he wants to be a football player, does it? Jack, which is it? Who, me? I don't know. Huh. That's what I thought. How about we clear this up with a little kicker? Dit is zo vreemd. Al die gasten van al die andere teams, die daag je altijd uit in een voetbalgevecht. Je vecht, je speelt, ook al zijn ze, trainen ze niet voor veel, je speelt tegen het team van het voetbalteam van je school. Is het niet beter om een sport te kiezen om met ze te vechten wat je kan winnen? Zoals bijvoorbeeld een sumo-gevecht. Ik bedoel, kijk naar Mark. Hij kan nooit een sumo-gevecht van je winnen. Het is zo kut. Het is gewoon vreemd. Ook, het is ook zo raar dat aliens blijkbaar voetbal gebruiken om hun kracht mee te laten zien. En dan moet ik wel zeggen dat ik op de livestream, toen ik deze game even livestreamde, toen verloor ik dit wel oprecht, maar... Wat? Gaan ze nou weer allemaal controle? Nee, ik accepteer. Hou op. Fuck jou. Ga daarheen. Oh, we zijn helemaal niet geheeld, joh. Fuck jou. Hol hier, alsjeblieft. En waarom zijn zij trouwens de gasten die hier geen goal hoeven te maken? Waarom zijn wij het wel? Zo, hupsakee. En nog een keer, Jack is wederom uit de kast. En we weten nog steeds niet hoe zijn seksualiteit is, maar hey, dat weet niemand. Ik bedoel, hey, er zijn ook seksualiteiten waarbij je op alles verliefd bent. Er zijn echt een heleboel vreemde seksualiteiten. Ik weet niet hoe deze seksualiteit is, maar er is een seksualiteit waarbij je verliefd kan worden op alles wat leeft. Het is zeg maar de ultieme seksualiteit.
Het is bestiality, pedofilie, het is hetero, het is lesbien, het is alles. Alles bij elkaar in één grote seksscene. Het is geweldig. Oh, daar gaan ze weer hoor. Oké, Jack, kom op, let's go. We gaan dan denk ik volgende aflevering maar met Royo vechten, want dat gaan we niet meer redden. Jack Wallside, don't you? Oh my god. Oké, let's go. Er zijn trouwens die nu mensen die waarschijnlijk nu gaan zeiken zo van... Hey, Matt. Je vergeet Peabody, die kan je nu scouten. Nee, je moet om Peabody te scouten naar het tennisveld gaan. Daar kan je nu nog... Zie je, daar kan je nu... Ik dacht even dat we er wel naartoe kunnen. Daar kunnen we nu nog niet naartoe. We kunnen niet naar het tennisveld gaan. We moeten daarvoor eerst een stukje verder in de game zijn. Dus niet gaan zeiken dat ik Peabody nu niet kan scouten. Dat ik Peabody nu moet scouten, want dat kan niet. In de eerste episode hebben ze het zo gemaakt dat je niks kan verkloten met het team. Je moet per se de clubspelers hebben die je nu hebt. Maar goed mensen, dat was een kleine mini rant. Vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like. Abonneer zou ook leuk zijn. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!